Mario Bilate vandaag verloren en dan zit het seizoen erop. Kansen wel gehad, maar mocht niet baten. Ja, ik denk een beetje typerend voor dit seizoen. Net niet veel bewogen. Ups en downs en zo ervaar ik deze twee wedstrijden ook. Een beetje net niet en dat het eigenlijk ook gewoon niet altijd mee zit. Wat gaat er dan door je heen als je die kansen er niet in ziet gaan en voorstelt dat eigen doelpunt wat er op zo'n knullige manier ingaat? Ja, weet je, tot aan dat eigen doelpunt eigenlijk had ik het volste vertrouwen dat... Tenminste, ik vond ons net iets meer overwicht hebben en meer dreiging hebben bij hun voor het goal. Die eerste goal valt knullig, maar volgens mij waren er nog 20 minuten te gaan en we speelden vrij optimistisch. Dus dan is er nog alles mogelijk, alleen na die 2-0 weet je eigenlijk dat er nog iets heel geks moet gebeuren, wil je nog winnen. Dus ja. Iedereen is er behoorlijk stuk van, zie je bij de spelers op het veld, ik zie het bij jou. Je bent op tijd fit uiteindelijk voor de na-competitie. Dan wil je daar natuurlijk bewijzen. Wat betekent dit voor jou? Was dit jouw laatste wedstrijd voor NAC? Heb je al gesprekken met NAC? Je contract loopt natuurlijk af. Ja, je bent nu weer fit. Heb je al gesproken met NAC? Nee, we hebben niet gesproken. Mijn contract is natuurlijk formeel opgezegd. Daar zit ik ook eerlijk gezegd niet echt met mijn hoofd. Het nieuws van... Een paar dagen terug geplaatst, alles een beetje perspectief. Normaal zou ik me er heel druk om maken. Weet je van, hoe ziet mijn toekomst eruit? Maar ja, dan hoor ik het nieuws van Ralf. Nou, dan wil ik gewoon naar huis. Naar mijn zoontje. En dat zit. Goed man.